Die zit dan mee in de kopgroep. Die kan afslaan richting Staden. Uitrijden naar Staden, kilometer of 20. Mocht het goed weer zijn, zouden ze dat ongetwijfeld ook wel doen? Dat zou kunnen, ja. En dan thuis zitten en opgeroepen worden voor de controle. Ook dit, hè. Een natte camel is geen droge camel. Druk op dat zadel blijven zetten om niet te patineren. Ja, Teunissen die toch recht op de pedalen gaat staan en er weinig last van heeft, blijkbaar. Genoeg grip aan dat zijkantje. Fretin. Links. Ja, gaat nog mee. Van Kersbulk met Asky. Louis Asky. Jacob. Asky is nog altijd maar 21 ook. Hè. Was dit jaar vijfde in nokere koersje. Parijs-Roubaix voor junioren gewonnen. En was hier in 2019 tweede in Gent-Wevelgem voor junioren achter jouw Poulin. Quinn Simmons. Ja, die het minder goed doet op dit moment. Was heel sterk begonnen daar, heel vroeg in het voorjaar. Guillaume van Kersbulk. Met heel veel aanmoedigingen. Opgave in Catalonië hè, voor Quinn Simmons was ziek. We zijn iemand kwijt van Sport Vlaanderen, balbazen. Van Poeken, hè. Die hebben we zien lossen. Aaron van Poeken. Van Hooijdonk als eerste de kasseien op en met een versnelling Florian Vermeers. Trentin nu wel goed voorin. Wout van Aert met de controle. Narvaez. Is dat Ben Tuimer in het wiel? Hier de Lee, goed voorin ook. Ja, met een kleine versnelling. Anders zijn we gewoon van hem vaak zo in stoempen. Met Lee zagen we daar door het beeld. Hier zit Sénéchal. Dat is wat ver. Nu gaat het allemaal nog. Yves Guirmay. Nu pas. Te ver, hè? Inderdaad, te dat ver. Dan wel te ver. Ah, een prestige sprintje hier naar boven. Alpecin de Koning een beetje van het voorplan. Hier komt er eentje door. Ik denk Vermeers en Philipsen. Nee, hier zit Vermeers. En daar heb je... Mes Pedersen, dat is ook ver. Redelijk ver. En Christophe. Ja. Maar het kan, nu kan het allemaal nog in deze fase. Hier Mikkelberg. En hier wel eens pas. Dat is te ver. Alhoewel. Het kan nog altijd, maar dan moet het toch wel vlug, gaan opschuiven. En Jacobsen hier. Ja. Net uit beeld. Dat is geen goed signaal. Hè? Even kijken hier. We gaan dus naar de afdaling. Wout van Aert hier in zesde, zevende positie. Die spreekt met Van Hooijdonk, denk ik. Philipse daar. Opletten. Haakse bocht naar rechts. Als die remmen het doen, is dat goed. Komen ze goed door. Ja, wat een verbetering. Hè. Dat is toch een van de mooiste dingen die ze de laatste jaren erin gebracht hebben. Dit stukje weg. Straks, als ze de laatste keer camel doen via de ossuaire, gaan ze ook vandaar komen. Maar dan gaan ze niet naar rechts hier, maar rechtdoor en dan weer naar links. Dan links de grote weg op. Daar waar de auto's staan te wachten. Hè. Daar is een afleiding voor auto's. En die staan daar nu te wachten. Die mogen niet mee over de camel. Klopt, helemaal. Fretijn wordt op 20 seconden gemeld. En deze hebben elkaar teruggevonden en moeten nu weer om verder. Naar de volgende. Van Hooijdonk volgt op 47 seconden met zijn vier kompanen. Peloton op 57 seconden. Kijk, ze hebben toch een kleine voorsprong. Ja, en Van Hooijdonk die natuurlijk gretig meerijdt. Die denkt bij zichzelf, het is mij gelukt. Ja, Mohoric mee, ook denk ik. Jawel. Ja. Het is mij gelukt in de E3.
Saxo, dus stel je voor dat ik hier nu meekom voorop en strak komt Wout van Aert, dan ben ik mee. Dus die wil wel doorrijden nu. En het zijn geen sukkelaars, hè? Florian Vermeers, Matej Mohoric, Nathan van Hooijdonk en Ben Turner. Alsjeblieft. En wie is die derde man, vijfde man die er komt? Le Danois van Arkea. Opgegeven. Geeft er de brui aan. Van Hooijdonk, in grote doen toch? Ja. Echt in topvorm. Al een hele periode. Hij is zo Laporte en Van Baarle wat komen aflossen. Ja, dat mag je eigenlijk wel zeggen. Inderdaad. Ja, we gaan eens kijken straks wat die mannen gaan doen. Hey, Laporte bedoel ik dan. Fretin is er nu ook af. Was een van de vroegste vluchters, Milan Fretin. De Limburger met roots in Bredene. Vader en moeder hebben elkaar daar leren kennen. Maar niet in de CNA. Nee. Misschien wel op het Naaktstrand, wie zal het zeggen, in Bredene. Nou, dat ken je elkaar in één keer goed. Hè. Dan heb je geen geheimen meer. Er zijn geen verrassingen meer. Hier zit Wout van Aert af te stoppen. Want die ziet dit graag gebeuren. Hè. Laat Van Hooijdonk maar wat voorsprong nemen. Ja, dat is ideaal. Dat is ideaal. Hij hoeft de koers niet te maken, hij kan gewoon mee. Terwijl het hier aan de finishlijn iets lichter wordt. Als Fretin, ik kan niet zeggen dat de zon begint te schijnen, ver van. Als Fretin heeft afgehaakt, dan zit Van Poeken hier wel nog tussen. Ik dacht even van die te zien lossen op de Montenberg. Maar we hebben hem ook al eens aan de kant zien staan met een mechanisch probleem. Dat zal de verwarring teweeg gebracht hebben. En Renaat, waar zit jij? Ja, in de slipstream van het peloton. En in dat peloton zit niet meer Peter Sagan. Eraf na die eerste passage over de Kemmelberg. Drievoudig winnaar, Peter Sagan. Hij gaat geen vierde Gent-Wevel gaan winnen, maar dat hadden we ook niet meteen verwacht. Ja, Sagan eigenlijk de man hier met het beste palmarès. Het meeste aantal keren op het podium. Op het podium bedoel ik. Hè. 3 keer winst. 1 keer tweede, 2 keer derde. Zij volgen op een half minuutje van de kopgroep. Van Hooijdonk, Mohoric, Turner, Vermeers. En nog een paar opkomst. Ja. Met iemand van Alpecin de Koning daarbij. Daar zit een camera tussen. Bij, dus die gaan we ook snel kunnen identificeren, die 4 tegenaanvallers. Uno X, nog een jumbo. Hier hebben we die tweede jumbo. Dat is Laporte. Ja, dat is Laporte. Ja, ja. Ja, ze zijn in schuifjes naar voren aan het komen. En hebben hier ook Turgy links. Gaan we dadelijk wel weten. Ja, zo jammer hè, als het zo gefilmd wordt en je ze niet kan identificeren. Het is al moeilijk in deze omstandigheden. Ja, vooral met die jasjes aan. Je hebt geen rugnummers, je moet het met het kaderplaatje doen. En Renaat. Ja, toch even preciseren. Sagan, lek vooraan. Dat was de oorzaak. Die 4 tegen die 5, dat gaat nog wel lukken. Hè? We gaan hier naar 9 tegenaanvallers. Fretin is een blokje ballast, al klinkt dat een beetje misprijzend naar wat die jongen gedaan heeft. Maar dat is niet de bedoeling. Het is goed dat hij nog probeert mee te gaan. En we zitten hier op die stroken waarop het echt hard koersen is. Betonplaten, ja, die richting, niet bollen, het is op en af. Ja, we gaan richting Plugstreet. Ja, ook al. En die gaan er richting Plugstreet. Zijknat bij liggen. Die gaan er binnen een kilometer of 5 aankomen. En dan krijgen we toch weer een ander verhaal. Hier Petersen. Petersen in zijn eentje. Van Aert die daar peloton uitcontroleert als een pistier. Renaat? Ja, en dat peloton in verschillende groepen gebroken na die eerste passage over de Kelderberg. In het laatste groepje verzeild geraakt. De uitredende winnaar Binyam Girmay. Ook Arnaud Démare zit in die groep. Renner of 20 is dat. Ze zien de tweede groep. Ik vermoed dat er 3 groepen zijn. Dan nog net wel rijden. Maar in de verdrukking Girmay.
veegteken wat Binyam Girmay betreft. Hij gaat zijn klassieker missen. Ja, het zal niet voor vandaag zijn. Blijkbaar niet. Er is al te veel gebeurd onderweg. Maar zo gaat dat niet helemaal in het leven. Hier dus, hebben we een samensmelting. Hè. Laporte is bij Van Hooijdonk gekomen. Søren Krah Andersen is de man van Alpes in de Keuning, denk ik. Ja. Turgi, die hadden we ook al gezien. En dan nog enkel die man van Uno X. Met de snor, Erik Ressel. Straks weten. En hij in zijn eentje. Met krachtige slagen, hoor. Mes Pedersen. Ja, en als die er naartoe rijdt, dan heb je toch een ander verhaal. Want dan zitten ze daar vooraan van Jumbo-Visma toch niet zo op veilig. Mark, nee. En met nog eens Krah Andersen erbij ook. Dan moet Wout eigenlijk komen. Liefst. Nog eens. Als dat kan. In Wijdschaten. Witschoten. Ook bekend uit eigen kweken. Chantal is hier de chouchou van de streek. Daar de bevestiging van de namen. Søren Krah Andersen, Laporte, Van Hooijdonk, Mohoric, Turner, Vermeers, Fretin, Ressel. Hij is erbij. En Pedersen. Krachtige inspanning. Dat heeft niet lang geduurd. Nee. Op het juiste moment, de juiste inspanning. Maar wel sterk. Ja, maar ze zijn niet ver. Ze zijn niet ver. Slijtage. Het moet nu een beetje binnen de perken blijven. En dan kunnen nog een paar kopmannen de oversteek maken. De vraag is, wie gaat hier rijden? Hè? Wie heeft hier nog voldoende personeel, voldoende werk, volk? Om die mannen daar vooraan. Want dat zijn toch wel twee gevaarlijke mannen die erbij zitten. Om niet te zeggen, 3-4 met Van Hooijdonk, Laporte, met Andersen, Krah Andersen en met Petersen. Wie zijn het dan? Natuurlijk, die mannen. Hè. Die mannen. Lampaard. Ja, zijn teruggekomen, maar die zat er net op de Camel al helemaal een beetje in de problemen. Dus die zal werken. Hè. We weten natuurlijk niet of hij daar een probleempje had voor de Camel of niet. En daardoor achteraan verzeild geraakte. Maar ze blijven erin geloven. Ja, ook, we zien daar ook Van Moer zitten. Merlier zit om ook te kijken. Merlier ook, hier als vijfde man in het rijtje. Misschien dat ook die mannen van Lotto, wel Lotto Destiny, iets gaan meewerken. Het zou niet onlogisch zijn, want ze hebben de slag gemist eigenlijk. Ja, hè? Ja. Nee, ze hebben Florian Vermeers mee. Ja, dat is waar. Ja, sorry. Nee. Dom. De kiosk van Wijdschaten. Opletten daar ook. Glads. Jacob die de... Jacobsen die de sprong gaat wagen. Ook in zijn eentje. En die denkt, ik ga mijn ploegmaals een beetje uit de wind zetten. Dat kan twee dingen betekenen. Of hij voelt zich heel goed, of niet goed genoeg. En hij denkt, ik moet Merlier in een zetel zetten. Ja. Natuurlijk, als je je heel slecht voelt, kan je dit ook niet. Nee, dat kan je dat niet. Hè. Dus misschien dat toch iets gebeurt op de Camel. We gaan het straks zien. Of is dit gewoon bergop, dat het iets minder is en de rest wel beter. Ook dat zou kunnen. Hè. Plug Street 1. Hilt 63 ligt op 70 kilometer van de aankomst. Daar gaan we dus vrij snel naartoe. Hè. En er zijn er drie. De Christmas Truss is de tweede. En dan de Catacombs. Plug Street 3. Dan zijn we op grondgebied Henegouwen. Hè. In Comines-Warneton. Comines-Waasten. Het is zo'n beetje moeilijk daarachter. Zo zit er een paar, zit er iemand van... Intermarché, want die Goubert op kop te rijden. Maar ja, die heeft dan volk vooraan zitten met Teunissen. En dan is het een beetje dwars over de weg en een paar anderen. Het is een beetje uitkijken. Wie gaat er hier nu iets doen? Als je spreekt van de slag gemist hebben, dan moet je vooral kijken naar de Emiraten. Wel eens die heel ver achteraan zat op de Camel daar. Alhoewel, daar zat Jacobsen ook eigenlijk, die er naartoe gaat rijden. Hè. Die rijdt er naartoe. Klasse job. We hebben het Pedersen zien doen. We hebben het Jacobsen bijna zien doen. Daar komt hij. En hier, een beetje lonken, een beetje kijken naar elkaar. Tim Welles die zei over de E3 Harelbeke, ik zat eigenlijk op een slechte plek op een cruciaal moment. En daarna had ik de benen niet om nog iets recht te zetten. Maar het kan niet allemaal weg zijn.
dan kan er misschien toch al iets weg zijn. Alhoewel, hij moet een belangrijke pion worden voor Tadej Pogacar op 2 april, volgende week zondag. In ja, en ik zou zeggen dan in dit parcours in de Vlaamse Ardennen op de verkeerde plek zitten, op het verkeerde moment. Dat kan eigenlijk niet gebeuren als Vlaming zijn. Je kent het parcours, je weet waar je moet zitten. Dus het zou ergens, als je kan, moet je toch weten waar je moet zitten. Dus dan denk ik bij mezelf, zijn de benen of waren de benen dan wel goed genoeg? Hij is er nog niet, hè? Nee, ze zijn hier vooraan een klein beetje gaan versnellen. De vraag is, wat komt er? Ze hebben ingegrepen, José, na jouw pleidooi van afgelopen vrijdag over motoren. Op de plugstreets worden ze beperkt. Heb je tegenwind gekregen van motards? Vooral van Renaat. Geen tegenwind, hè. Renaat die me gisteren belde en die zei, ja... Nu mag ik niet over de plugstreets. Ik zei, ja, Renaat, ja, sorry, maar er moet wel iets aan gebeuren aan het hele verhaal. Daar was het wel mee eens, natuurlijk. Ik snap dat iedereen zijn werk moet doen, maar er zijn cruciale stroken waarin je weet, of waarvan je weet, daar wordt het tricky. Dan moet je de risico's daar proberen te vermijden. En met alle respect voor motards en fotografen, dat zijn vakmannen, dat zijn beroepsmensen. En het gaat niet alleen over hen. Er zit ook heel veel volk tussen, zelfs van Belgian Cycling en van veiligheidsdiensten, ja, die op dat moment weinig kunnen betekenen. Ja, het probleem is dat iedereen vindt op een bepaald moment van... Ik moet daar zijn. Ik moet daar zijn. En als men roept naar voor, vooruit, ik heb dat 1000 keer meegemaakt, dan denkt altijd iemand van, ja, ik nog niet, ik straks. En ja, die andere denkt dat ook, want die vindt ook dat hij recht heeft om daar te zitten. En op die manier stropt het op, hè. Hier rijden ze vol door, waardoor Jacobsen ze weer een stukje kleiner ziet worden. Ja. Dit is jammer voor hem. En ze gaan nu richting Plugstreets. Dan gaan ze daar rechts op draaien, zeker? De kopgroep is opgedraaid, ja. En dan wat gebeurt er in dat peloton? Er zou normaal gezien ook een versnelling moeten komen, hè? Alles op een zakdoek. Als dat de koers is, wat we daar zien, en dat is de koers... Dus twee groepen vooraan. En dan dit, wat het peloton is. Voor alle duidelijkheid, we hebben nog altijd een kopgroep. We hebben dan die achtervolgende groep met een aantal hele grote namen, toch? En we hebben het peloton, of wat daarvan overblijft. De verschillen ziet u in beeld. 21 seconden voor groep 2. Die gaan snel komen, dadelijk. En dan het peloton op een half minuutje van groep 2. Alles is speelbaar, alles is binnen de perken. En er gaan zeker nog verwikkelingen zijn. Maar er zijn er een paar van die tweede groep die straks mee gaan zijn als het er echt toe doet. Ja, absoluut. En dan krijg je natuurlijk nog eens straks het probleem. Als er al lekke banden komen hier op die plugstreets, dan waar zit die volgwagen? Heb je nog ploegmakkers daarachter zitten? Kan je nog terugkomen? Ja, drama. Sowieso drama voor één of iemand anders. Hij raakt er niet. Hè. Kijk, je ziet dat al. Hè. Dit is niet meer met de gedrevenheid van zijn aanzet. Jacobsen gaat de oversteek niet maken. Een chasse-patat. Kleine chasse-patat dan. Maar dat mag, hè, in het land van Clara Boet Potatoes. Ja, zoiets. Ja. Er zijn overal wel potatoes. Hè. Maar dat is wel een hele grote speler, Clara Boet. Ik zou wel eens willen zien wat er gebeurt in het peloton. Ah, dat zien we daar. Ja, de mannen van Philipsen. En waar zit Wout van Aert? Philipsen daar centraal. Merlier een beetje verder. En nu gaan we ook Van Poeken achterlaten. Of is dit? Nee, dit is Fretin bij de tweede groep. Ja, Fretin die eerst uit de eerste groep loste en nu uit de tweede groep. Hier zit nog altijd Van Poeken verscholen, daar ergens achter. Ja, daar zit hij. Ja, nogal wat ploegen die de nodige mensen geposteerd hebben met wielen.
met een wereldkampioen op kop. Fedorov, die nu de overname van Guillaume van Kersbulk ziet komen. Ja, die bezig is aan een goede koers. Hè. Al heel veel werk verricht. Om te overleven is dat natuurlijk wel niet de juiste arbeid. Kan je beter iets voorzichtiger zijn. Het ligt er vettig bij. Maar Merlier zei, dat is gewoon een stukje slechte weg, die Plug Street. Ja. Daar gaan we ons niet over druk maken. Jasje uit en in één beweging de bidon aannemen. Dat zijn de kunsten van een prof. Daar ben je bij de zaak. Hier nog een bidon. Op. Nee, die gaan we niet aanpakken. Niet te veel gewicht meenemen voor straks in de bergen. Of bergjes. En wie gaat hier nog rijden? Ze hebben 35 seconden. Trek Segafredo daar. Iemand mee. Die van de Grenadiers die gaat ook niet vol rijden. Iemand mee. Ja, en wie mee? Ja. De belangrijkste. Tuurlijk. Alpecin de Koning, iemand mee. De tweede belangrijkste. Van de ploeg bedoel je? Ja. Ah, Philips, ja. Ik dacht van de achtervolgende groep. Maar daar gaan we de hiërarchie nog even achterwege laten. We gaan er straks wel een rangorde inbrengen. Als we wat meer zicht krijgen op... Dat gaat de Camel doen, hè. De Camel gaat de rangorde bepalen. Mm-hmm. Derde keer Camel bedoel ik. Maar pas op, hè. Als die tweede groep bij die eerste komt, er gaan er hier ook nog een paar overleven die gaan helpen uit die eerste groep. Die zijn nog niet helemaal uitgereden, heb ik gezien. Nee, nee. Die waren met voldoende. Het feit van die samensmelting van op elkaar te wachten. Heeft ertoe geleid dat ze het werk konden verdelen. De poppies langs de kant van de weg. De poppies, het symbool van Flanders Fields. De poppies naar het gedichte van McRae. Al meer dan een minuut, hè. Ja, ja. Het gaat snel. Het gaat snel omdat de Plug Streets bijna in een slakkengangetje worden genomen in het peloton Renaerts. Ja, wij stonden op het einde van die eerste Plug Street. En wat mij vooral opviel, dat was ja, Fabio Jacobsen is in eentje tussen de kopgroep en de achtervolgende groep. De Europese kampioen. Opmerkelijk. Ja, probeerde de oversteek te maken, maar dat lukte niet. Dan denken ze bij Intermarché, wij zijn niet mee. Het is tijd om het vuur erin te jagen. En met Mike Teunissen vooraan. Ja, maar goed. Ja. Met wat erachter komt, ja, kan je Teunissen misschien niet uitspelen als... Mike Teunissen ook een tweede man, hè, in lijn binnen die ploeg. Girmay is weg. Ja, het is niet anders te doen, denk ik. Dit is vooraan met een goede Johan Jacobs. Veldrijder, hè. Roots als veldrijder, ik zal het zo zeggen. En Louis Eski, die maakt ook een goede indruk. Talentboy, geschoold op de piste. Fedorov. Veel meer dan dat. Op Plug Street 2, Fedorov. Die is ook een sterke man. Ja, dat zagen we op het WK in Wollongong, waar hij wereldkampioen bij de belofte werd. Daar was wel wat trammeland over, discussie over, omdat hij de Vuelta had gereden. En de vraag is, dan moet je die profs nog toelaten bij de U23. Maar dat was een ander verhaal. Het was volledig legaal, ja. Het mocht dus... Dan moet je op een andere manier strijden. Dan moet je op voorhand beslissen. Haalde het voor Vacek en Søren Werenskjöld. Werenskjöld die dan weer wereldkampioen tijdrijden werd bij de beloften voor Alex Segaard. Ja, ook die komt nog, hè. Komt allemaal goed. Daar loopgraven en de Pipers. Prachtig toch. Die symbiose van geschiedenis en koers. Dit maakt deze koers toch wel uniek. Om stil van te worden, vind ik. Echt waar. Guillaume voelt zich goed. Er is een samensmelting daarachter. Zie je die Jumbo-Visma's? Die zitten in de kopgroep ondertussen. Guillaume is de kop van de wedstrijd. Tijd de la course. Ja, Guillaume-tje. Wat een tijd dat hij al lang voorbij is, natuurlijk. Guillaume-tje, dat zei Lilian, hè? Zijn oma. Ja, ja. Guillaume-tje. Lilian en Willy. Free Willy. Guillaume-tje. Guillaume-tje rijdt goed. Ja, Guillaume-tje is goed bezig. Moet alleen nadenken nu. Beetje eten, beetje drinken. Voorzichtig zijn. En overleven.
De Lee in derde positie achter de rug van Rasmus Stiller. En die ziet eruit als een seizoensarbeider. Ja, ik vind dat hij eruit ziet als Thor Hushovd. Ja, ook. Ze zien er allemaal een beetje zo uit, hè? Met de fiets door weer en wind naar Noord-Frankrijk om bieten te rooien. Ja, en, ja, maar dat komt allemaal door die plugstreets nu. Daarvoor was het allemaal nog een beetje water en een beetje ding. Maar nu wordt het helemaal vuil en vettig. Burke Cemetery Extension en Ploegsteert Memorial. Memorial to the Missing. Hier hebben we ooit de eerste toespraak gehoord van prinses Elisabeth. Ik denk dat het tijdens Lichtfront was. Het moment waarbij de herdenkingen werden ingezet. Toen langs het front fakkels werden gepositioneerd van Nieuwpoort tot helemaal in Meessen. Een levende ketting. Het was een vrijdagavond in oktober. En het was nooit zo warm en zo windstil geweest. Mogen geluk. Stel je voor dat het stormde. Dat was indrukwekkend. Toen gepresenteerd samen met Piet Gielens van het museum in Ypres. In het Flanders Fields Museum. De piramide van Ploegsteert. Dit is het Plug Street Experience Center. Een soort interpretatiecentrum. Het is gelegen in het verlengde van het bos van Ploegsteert en het zal het leven vertellen van zowel de soldaten als de gewone bevolking tijdens de oorlog van 1418. Opgave Tim de Klerk. Hebben we zien werken onderweg natuurlijk. Ja, allemaal normaal. Allemaal normaal. Sparen voor de volgende koersen die eraan komen. De volgende koersen, dat zijn dwars door Vlaanderen op woensdag. En Ronde van Vlaanderen. Ja. Komende zondag. Ja, en die Ronde van Vlaanderen die is natuurlijk enorm belangrijk voor een klein gedeelte van het peloton. En voor een veel groter gedeelte van het peloton is eigenlijk dwars door Vlaanderen belangrijker. Zwaar. Want wie kan er in godsnaam de Ronde van Vlaanderen winnen? Dus ik denk dat er veel meer renners eigenlijk bezig zijn stiekem met dwars door Vlaanderen. Als je al nadenkt over prijsrijden en over winnen of een podium rijden. En waar zit Fabio Jacobsen? Zien we die daar ergens tussen zitten? Hier zeker? Ja. Met Fretin? Ja. In niemandsland. Dat is nu echt in niemandsland koers. Ja, en de, hebben ze iemand mee vooraan in die groep? Nee, hè? Nee. Dus, ja. Synoniem voor in niemandsland. Achter de feiten aan koersen. Ja, toch wel. Ja, ze moeten het gaan doen. Er is niks aan te doen. Het is Asgreen. Antoine. De Moitier. Gestorven op de wegen van Gent-Wevelgem na een aanrijding. Ongelukkige aanrijding. Ongeval dat een jonge snaak het leven kostte. Guillaume. Met lichte marge. Maar misschien moet hij zich gewoon in de groep zetten. Ja, ik zou, als je dan toch goede benen hebt, dan moet je dat hier niet in toon spreiden. Dan zou ik, hij heeft toch leeftijd en ervaring genoeg om te zeggen, ja, ik ga eten, drinken en proberen. Je weet maar nooit. Camel te overleven, logisch. Ja. Er zijn vier anderen die de kantjes er een beetje aflopen. En iets voorzichtiger zijn. We hebben een minuut voorsprong op het peloton. Bij Jacobsen was het dan toch een poging om de ploegmaats wat meer in een zetel te zetten. Want het is een mislukte poging. Ja. Hij gaat weer ingehaald worden. Oeps. Daar even de graskant opzoeken. Het is nog wat vroeg om die te maaien. Ja.
inderdaad nog wel wachten tot het een beetje droger wordt. Philipsen nu goed links. Alles overboord. Stilaan in koers te nu. Opletten als je die truitjes weggooit, dat je daar geen collega mee meepakt. Niemand anders inderdaad meeneemt in het verhaal. Nog 10 kilometer en we gaan nog eens over de Kemmel. Maar we hebben natuurlijk eerst nog de Monteberg opnieuw. Dat is het voorgeborgte van de Kemmel. Prachtige streek ook, hè, die Kemmelstreek, dat heuveland. Als alles in bloei staat, als de blaadjes groen zijn in de bossen. Al eens gaan wandelen ook? Wel al geweest, maar dan niet echt gaan wandelen. De intenties zijn er altijd, hè, om dat te doen bij jou. Maar ik ga je toch eens een weekje Westhoek en Heuveland cadeau moeten doen. Voor die brouwerij te gaan bezoeken dan toch. Ja, maar veel meer dan dat. Zo'n wandeling in het bos in Kemmel. Fantastisch. Op en af kan je een beetje Karel Sabbe wandelen. Ja, iets minder dan toch. Mm-hmm. Iets minder. Alleen opletten, José, als je daar in de bossen wandelt, bij nachten, voor de boreas. Ken je de boreas? Ik ga niet antwoorden. Ik betrouw het niet. Dat is een aan de verbeelding van vele West-Vlaamse grootvaders ontsproten mythische figuur, een soort monster waarmee ze de kinderen bang maakten. Pas op, niet naar de kelder, want daar zit de boreas. Of in het bos. De boreas leeft hier. Hola. Wout van Aert. Wout, die de ploegwagen wenkt. De beenstukken zijn af, want hij reed daar net nog met... Ja, ja. Lange beenstukken aan, dus gaat hij afgeven. En misschien is polshoog te nemen van de situatie. Die voorsprong die blijft binnen de minuut. Dus nog allemaal te doen, hè. Ja, ik hoop dat hij erom kan lachen of niet lachen. Ik weet niet wat het eigenlijk is, maar in ieder geval, we zien hier Asgreen werken. Dat moet dan voor Merlier zijn. Ja, als Merlier aangegeven heeft dat hij zich goed voelt. En Philipsen weet Gianni Vermeers bij zich. Ook dat is goed voor Philipsen. Ja, en ze hebben vooraan nog altijd Carl Andersen zitten. De pionnen Akkerman zijn, hier achteraan. De pionnen zijn goed uitgezet bij Alpecin de Koning en bij Jumbo-Visma. Ik zou het graag zien als ploegleider om een mannetje minstens één man mee te hebben in die ontsnapping daar. Of wat er van overblijft. Daar moet je eigenlijk altijd bij zijn. Als tweede man in de ploeg, als reservekopman of gewoon als goede knecht. Als je de juiste benen had op dat moment, altijd mee. Dat kan betekenen dat er met een man meer in de finale komt. Die misschien anders zou gelost zijn. Florian Vermeers die ook eens achterom keek. Zitten op 50 seconden nu. Ja, de mannen van Groupama, die daar met een goede pak aan de renners vooraan zaten. En Renaat nog eens. Ja, Van Kijsbul keek ook eens een paar keer achterom. Ik denk dat hij zich weer gaat laten inlopen door de achtervolgende groep. Die boreas trouwens is ook de Griekse god van de noordenwind. En allicht zal daar het verhaal ontsproten zijn, die wind die tussen de bomen kwam. En dan zeiden de grootvaders en de vaders tegen de kinderen. Luister, daar is de boreas. En door de dakpannen, hè. Op de zolder, want dat was allemaal niet zo dicht, hè, toen. Vroeger. Allee, Guillaume. De camera opgeëist. Nu even bijtanken. En probeer dan nog een beetje te overleven in die groep. 32 jaar ondertussen bezig aan zijn 13e seizoen al bij de profs. De kleinzoon van Benoni Beheit, de wereldkampioen van 1963 in Ronsen. Dat felbesproken en gecontesteerde WK in Ronsen. En de winnaar van Gent-Wevelgem in datzelfde jaar, 1963. Beheit. Ja, klopte toen. Tom Simpson. Guillaume zelf, goed voor 6 profs, zeggen ze. Oeh, ai, 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 Florian Vermeers en dat is weer pech. Dat is toch niet mogelijk.
Net als afgelopen vrijdag, Renaat. Is het nu gebeurd? Die ketting, die versnelling is eraf. En het was miraculeus hoe hij recht op de fiets bleef. Want hij slipte van links naar rechts. Zit daar nu te vloeken op die neutrale fiets van Shimano. Ook een beetje laag. Maar goed, het is een reservefiets. Zal ze meteen nog eens moeten wisselen. Wat een pech voor Florian Vermeers. Eens kijken hier of we daar een beeld van zien. Daar, kijk, blokkeert helemaal. Ja, die versnelling in het wiel. Ja, en dan helpt het ook om een beetje gecrossed te hebben. Ja. Kijk, heel de boel weg. Heel de boel weg. Ai, pech, hè. En dat verandert weer de situatie. Ja. Hier gaat er meer moeten gereden worden door Lotto Destiny. Ja, en dat krijgen we er dan bij nu. De kansen van de kopgroep weer een beetje slinken. Ja, zo, dat is toch, koers verandert toch altijd, hè. Ik heb het vrijdag gezegd. Je denkt, dit is een spel. Op een bepaald moment is het uitgespeeld. Maar dan komen er toch weer nieuwe tactische opties. En hoe meer je die gaat doorgronden, hoe leuker het is om naar de koers te kijken. Ja, dat is juist de koers, ja. Koers is geen zwemmen, hè. In een baan waarvan je niks anders kunt doen dan rechtdoor en keren. Met alle respect en heel veel respect voor zwemmers. Want uiteraard. Aan mij moet je het niet vragen, hè. Daar moet je karakter voor hebben om 's morgens vroeg uren in dat bad te gaan liggen. En dan komen we heel snel terug bij de Brigitte Bécus en de Fredje, de burggravers van deze wereld. Hè? Absoluut. Jacob, zijn rol is uitgespeeld. Dios, Fabio. En waar zit die volgwagen van Lotto Destiny? Er staat ook eentje rechts aan de kant, die moet geholpen worden. Gewogen en te licht bevonden, moet ik even benoemen. Ja. Wilde er graag bij zijn, wilde graag bewijzen wat hem kon in dit soort wedstrijden. Heeft er dan wel een hele lastige uitgekozen. Maar het blijft er natuurlijk wel eentje die tot de snelste mannen van de hele wereld mag worden gerekend. Fabio Jacobsen. Frison zien we daar met zijn hoofd bovenuit steken. Kan natuurlijk niet wachten op Vermeers. Moet het met De Lee en Juwe gaan doen straks. En ondertussen deze man op 38 seconden. Onder toedoen van, of door toedoen van, Asgreen. Maar je moet nu op 58 kilometer van de streep al controleren. Ja. Step, of recht zetten. En dan ga je het is een... Dan ga je die mannetjes kwijt zijn voor straks. Tuurlijk, om Merlier naar Wevelgem te brengen. Het is een niet-ideale situatie, zeker niet. Hier had er iemand moeten bijzitten. Tuurlijk, altijd. Altijd. En ook Jacobsen zou niet de zaak geweest hebben om hierbij te hebben. Zo, want die gaat dan bij de volgende passage op de Kemmel toch... Overboord, hè. Overboord. Ja. Dat kunnen we toch wel stellen. Dat was niet de juiste man. Je moet hier een goeie bij hebben. Ere wie ere toekomt. Trouwens, dank aan Lies Martens, voormalig collega Lies Martens van Vlaanderen Vakantieland. Zij gaf ons de tip over de Griekse god van de noordenwind. En met een beetje deductie kwamen we dan bij het verhaal dat onze grootvaders ons voorhielden. Jouw grootvader, hè? Ja. Mijn grootvader was niet van hier, niet bij mijn weten toch niet. En die maakte geen kindjes bang? Dat zou ik niet durven zeggen. Toch niet met die. Bij jullie was het met zwaar geschud, met kettingzagen en zo. Nee, helemaal niet. Nee. 22 seconden. We gaan naar een herstel van de situatie, zo lijkt toch. Maar dat is nog niet helemaal het geval, want we komen ook vrij snel weer naar de Kemmel. Naar de Montenberg. Daar links moet er eentje aan de kant van Lotto Destiny. En dat is nog altijd Florian Vermeers, die nu opnieuw een goede fiets gaat pakken. Hè. Zat in die achtervolgende groep, maar kan op die fiets van Shimano niet verder. En er moet er eentje van de ploeg bij. Voilà. Daar. Stevige duw. En proberen tussen de wagens je plek opnieuw in te nemen. Ja, dat kost extra krachten. Hij zat er eigenlijk ideaal vooraan. En nu zit hij juist achteraan. Koers is een heerlijk spel, maar soms is het ook een oneerlijk spel. Wie zei je dat er net was, die dat van de Boreas doorgegeven had? Lies Martens. Ja, een buurvrouw van mij. Is waar, ja? Die had nog een bloemenwinkel gehad in Sint-Niklaas. Tuurlijk. Ja. Dat is met Karel Meersman, hè? Ja, de cartoonist. Ja. Twee hele toffe mensen. Voilà. En Karel Meersman, een groot artiest. Ja, hè. Hele mooie dingen getekend, en nog altijd.
Even een moment om weer wat te verpozen. Oké, de situatie nog niet helemaal rechtgezet. Hier blijven ze ronddraaien, maar de bezieling, de begeestering is toch een beetje weg. Het is ronddraaien met enig voorbehoud. Want altijd. Ze gaan nog eens komen, ja. En we moeten dan opnieuw mee zijn. Kijk, hier zijn ze er mee. Maar voor wie en voor wat? Nu ligt er enorm veel druk op de mannen van... Maar wat moet je gaan doen? Ja, Soudal Quickstep, die gaan dat laatste gaatje dichtrijden. En dan moet het gebeuren door degenen die teruggebracht worden. En dank dat ze dat doen, hè. Ja, maakt de koers interessanter. Was gedaan. Stuurt er weer iemand uit achteraan. En pas op, dit is zo'n koers hier gebeurd. Zoveel, hè. Hai. Ja, ik dacht, hij gaat een schop op die wagen geven, maar hij gaat de rug een beetje stretchen. Vragen ons niet wie. Skuins. Skuins, ja. Is de man. Toms Skuins. Wagens komen en gaan. Dat is zo'n koers waarbij hij als ploegleider zit te denken van... Oef, ja, lekker band. Wij niet. Valpartij. Wij niet. Ha, goed, wie ligt erbij? Die. Ik zeg niet dat je dan blij bent, maar denk je bij jezelf. Wij niet. En in één keer... Bam. Twee man erbij van de ploeg. Naar huis, amen en uit. Goed gedaan. Laporte, die toch nog voor een versnelling gaat zorgen. Bij het buitendrijden van Dranouter richting Montenberg. Maar alles is terug samen. Voilà. De laatste snokjes. Nog een hectometer. En we zijn erbij. De wedstrijdradio vraagt, is het nummer 206 nog altijd vooruit? Nee, dat is niet het geval. Guillaume van Kersbulk is opnieuw ingelopen. En Florian Vermeers komt weer achteraan aansluiten. Kan zijn veldritskills goed gebruiken hier in die afdaling. En daarnet ook, toen zijn versnellingsapparaat in zijn wiel draaide. Ook de collega's reageerden alert. Turgy die nog een extra versnelling in petto heeft. Hier zat hij op te wachten. En Pedersen die ook nog eens naar voren schuift. Ja, die denkt bij zichzelf, die Montenberg die neem ik nog wel. En dan de verlenging daarvan met de Camel, als ik daar nog eens over geraak. Is kostoos, hè? Kung is daar ook. Ja, was te verwachten. Hè. Is dit Asgreen? Zou kunnen. Die heeft heel veel gewerkt. Was hij degene die het gaatje dichtrijdt? Ik dacht dat het hem is aan de stijl te zien. Terwijl er hier twee man van Alpecin de Koning loslaten. Het zal beginnen komen bij de meesten. Denk het ook. We zijn 200 kilometer ver. De deur staat open. Dit is een koers van weersomstandigheden. 261 kilometer. Dat laatste half uur zou kunnen heel zwaar worden voor sommigen. Hier is Guillaume. Van Kersbulk. Ik krijg al een aanbod, José, van toerisme hier in de Westhoek. Ze willen jou wel eens begeleiden bij een rondrit in deze prachtige streek. Maar zeggen ze, je gaat een maand moeten blijven. Er is zoveel te zien. Ja, we kunnen overleg plegen. Hè. Ja. We kunnen overleg plegen. Doe dat in de winter. Hè. Je moet dan geen verwarming opzetten. In de winter? Je hebt er net gezegd dat de blaadjes op de bomen komen. Man van Jumbo-Visma nog, denk ik. Ja. Alpecin de Koning zit daar met drie vooraan. Kampioen van België Merlier. Goed. Heel goed vooraan. Ja. Is dat Van Lerbergen die bij zich zit? Ik denk het. Ik denk het ook. En Sénéchal heeft hij ook nog bij zich. Opletten daar. Vermeers op rechts. Gianni Vermeers dan. Met Philipsen en Kra Andersen nog. Ja, bijna links opdraaien, hè.
bijna naar de voet van de Camel, zeker? Ja. Daar. Niet ver van Den Dries in Camel. Ze hebben daar ook een zoete markt in Camel. De jaarlijkse zoete markt op Pinkstermaandag. En daar staat een beeldje, het gapertje. Ja. Het gapertje. Dat werd door hen geschonken aan Camel. Het werd de geuzennaam voor de Camelnaars. Nadat ze vol bewondering zat te gapen, kijken naar de lakenhallen in Ieper. Het gapertje staat daar te pronken op Den Dries. En we gaan voor een tweede keer de Camel aansnijden. We gaan hier een beetje gapen wie er allemaal goed is. Jumbo-Visma. Wout van Aert op kop. Ja, Van Aert die er een versnelling gaat plaatsen. En het is nu alle hens aan dek. Hè. Wie kan, moet mee. Probeek en wie kan er mee? Maar een man van, is dat FDG? Van Aert met Laporte? Ja, daar lijkt het op. Ja, denk het ook. Ja, dat is Laporte. Ze gaan naar Turgie toe rijden. En Pedersen die harkt. Ewan, goed vooraan. En daar is Vermeers al terug, op rechts. Florian Vermeers. Florian Vermeers al terug. In een hele goede dag. Akkerman zit daar ook nog. En Ewan. En Gianni Vermeers links iets verder. Krijgt het lastiger. Polit zit daar ook nog. Asgreen niet. Nee, het is Van Lerbergen. Maar Van Aert en Laporte aan een duetje begonnen. Ewan, goed hoor. Amai. Caleb Ewan. En hier. Hier Akkerman met Trentin. Turgie die dokkert daar helemaal weg. Dat is wel een ferm beeld wat we er net al zien. Wat wil dat zeggen voor straks? Van de andere kant erop. Van Aert uitpakken bij een tweede beklimming van de Camel. Wel nog 52 kilometer. Ja, dat is nog heel ver. Maar je weet nooit met die snaken, met die kerels. Een hele goede Akkerman zie ik daar in de achtergrond. Ja, maar toch. Dit is wat Van Aert moet oppassen of hij is alleen weg. Hij moet oppassen of hij is alleen weg. Akkerman, Pedersen. Vermeers, Trentin. Vermeers. Horic. Philipsen hier toch... Daar zit Philipsen. Redelijk ver zit. En Kraal-Andersen. Op dit moment Gianni Vermeers de beste indruk bij Alpecin de Koenig. Best geplaatste. Van Aert en Laporte in de afzink even naar die achterzak. Gaan ze nog wat bijtrainen? Smashdown. Gaan ze nog wat bijtrainen? Smashdown the hammer. Dat is een mooi achtervolgend groepje. Horic. Doen de schijfremmen het. De schijfremmen doen het. Als je het toch zo goed weet bergop, dan mag je die achtervolgende groep laten terugkeren. Hier is Van Hooijdonk. En daarmee samenwerken en dan op de kant van de ossuair van de Franse begraafplaats uitpakken. Vraag is, ben je dan nog met tweeën? Of ben je dan alleen weg? Maar ja, alleen zal het hij blijkbaar ook wel kunnen. Kijk eens, hij is de beste man in koers. Er is geen pakken aan blijkbaar. Het gaat ook om gestel, om kunnen gaan met weersomstandigheden. En je hebt jongens die beter worden in dit soort weer. Enfin, beter minder, worden, slecht. Minder slecht worden dan de anderen. Beter is een... Izegem, daar gaan we naartoe op 25 juni voor het BK. En Tim Merlier heeft daar zijn zinnen al opnieuw opgezet. Ik kan het geloven. Wat ligt daar? Een brug. Dat is alles. Het kan genoeg zijn. Oei. Hier staat... Even 30. Dit is Tim nog van Dijken. Tim van Dijken, ja. Tim van Dijken. Ja. Wie zien er mee weg? Ik ga een blokje rijden, zegt Van Aert. Zet je in mijn wiel, ik doe een blokje. Vorig jaar heb je niet gewonnen. Ik zal u helpen deze keer. Alhoewel. Ik kwam een paar procentjes tekort op de oude Quaremont. Er staat daar een bordje 50 kilometer. En die moeten er nog bij. Dat kan door vermoeidheid te maken in Gent-Wevelgem. Fare fatica. Zeggen de Italianen. In dit geval Wout van Aert. Ewan met Vermeers, met Akkerman, met Pedersen. En met... is dat Van Hooijdonk die er ook nog bij zit? Ja, die is teruggekeerd. Van Hooijdonk. En wie heeft die meegebracht? Wie heeft die meegebracht? Van Intermarché. Zou dat Teunissen zijn?
nog altijd. Zadelbreuk voor Ludovic Robet, spuwt de wedstrijdradio. 10 man in de achtervolging. Maar die komen voorlopig niet dichter. Omdat Van Aert zegt, ik blijf rijden. Doe ermee wat je wil, ik blijf rijden. Als je komt, mij goed, kom je niet, dan moet je het maar weten. Ja, dat is goed zijn. 1 keer uitpakken en weg. Jasje uitdoen, een paar kilometer voor de Kemmel. En vooruit met de geit. En avant. Wat komt er nu nog? Wel nog veel in die 50 kilometer. We gaan straks nog eens naar die Scherpenberg. Via Westoeter en dan de Banenberg weer. Het Schominkeltje. En dan de Kemmel van aan de achterkant. En je weet hoe steil die is. Opletten hier. Kom maar mee, Woutje. Roepen ze langs de kant. Ik zou Wout zeggen. Die achtervolgers krijgen gezelschap. We gaan naar een grotere groep. Dat is misschien beter voor de achtervolgers op de kans om terug te komen. Maar ja, als je dan al terugkomt en dan geeft er weer om een lel op. Zet een knecht op kop. Hoeveel dichter gaat die dat groep brengen op Wout van Aert zoals die nu aan het rijden is? Overname Laporte. In de E3 Saxo Classic van vorig jaar reden zij een koppeltijdrit van 42 kilometer. Nu zijn ze 10 kilometer vroeger vertrokken. Nog lang niet gezegd dat dit draagt tot het einde, maar ze, ja, maar ze hebben wel getoond hoe goed ze zijn. Het laat wel zien hoe sterk ze zijn en je pakt op die manier toch wel de moed een beetje weg, denk ik, bij de eventuele concurrenten. Maar ze blijven wel rijden daarachter. Ja, dat moet ook, hè. Het is maar één ploeg die weg is. Alle andere ploegen hebben reden om te rijden. Willem van Hooijdonk mag afstoppen. Als ze nu wegblijven, moet hij dan Laporte laten winnen? Nee, hij moet daar juist niks. Voilà. Meepakken wat je kan. Voor een tweede keer Gent-Wevel gaan winnen. Waarom niet? Akkerman. Gretig aan het koersje. Maar niet simpel natuurlijk, hè. Daar rijden ze eens in de verte. En als ze zich zo klein maakt en die handen rond die remgrepen krult, dan weet je dat het vooruit gaat. Ja, de schouders smal. Ze hadden ook al 1 en 2 in 2021, hè. Ah ja, ik ga nu mijn schoenen nog eens aandraaien. Mijn schoenen is een beetje aanspannen, want ja, dat was ik vergeten. Die stond er nog een beetje los. En Vermeer, zo goed is die, zit helemaal terug in koers. Na alle problemen die er geweest zijn. Kijk, hier op kop. Vermeers en Vermeers in achter elkaar. Niet te dicht bij elkaar is al eens gebeurd dat de kleine Vermeers tegen het achterwiel van de grote Vermeers stikte. En zo uit zo'n groep verdween. Niet te veel achterom kijken, maar er vormt zich een nieuwe groep. Maar Van Hooijdonk die springt daar op een wiel van iemand die de sprong probeert te maken. Ook dat heb je dan nog eens. Ze zijn goed, om niet te zeggen. Ze zijn heel goed. Fred. Right. Right, zegt Fred. Die zitten er al veel kapot bij. We zagen daar een goede Juwen op de Kemmel. Maar net niet goed genoeg om te kunnen volgen. Halve minuut. Maar het is ook zo, als ze uit de achtergrond maar blijven terugkeren naar die achtervolgende groep, is het een teken dat het niet snel genoeg gaat. Klopt helemaal. Maar ja, wat ga je eraan doen? Het is gebeurd op de Kemmel. En de Kemmel is geen verrassing, hè. Excuse.
Je krijgt daar wel een achtervolgende groep van pakweg 40 man. Meer zelfs. Ja, maar wie gaat er ronddraaien en wie heeft er nog kopmannen? Ten eerste zitten dan nog knechten die nog iets kunnen. En heb je dan nog een kopman die het kan afwerken? En wie kan er nog sneller rijden dan die twee vooraan? 260 kilometer, alsof het niks is. Ze hebben er 224 gereden. Met de neutralisatie erbij. Ja. En hier met Van Hooijdonk als kijk, die gezicht, ballast en sleutelhanger. Oliver Naassen daar heel goed vooraan. Maar dat is het dan ook. Ik denk dat ze al met de derde plaats in hun hoofd zitten. Kan toch niet? Tja. 41 seconden, hè. Zien ze niet meer. Geeft je vleugels. Nu zitten we in de oefeningssynchroontrap. Links, rechts, links, rechts. Het gaat snel, hoor. Meer dan 100 omwentelingen. Ze zijn uit balans. Seconden. Halve kilometer achterstand al. Zit Frison daar ook nog? Ja, dat is Frison, die nu een beetje gaat eten. Ja, maar ja, we hebben net gezien dat Ewan niet bij machten was om Van Aert te volgen. Ga je dan de tweede keer kunnen volgen? Ja. Derde keer kunnen volgen, bedoel ik. Ja, volg, ja. Je probeert toch de situatie recht te zetten. Ik weet het. Maar ik denk luid op mee. Ik probeer luid op mee te denken. Ik probeer de spanning erin te houden. Dat is een goede poging. Ik zal meedoen. Is een tweede man van Jumbo bijgekomen om af te stoppen? Moeder gods. Het wordt zwart voor je ogen als je zo fietst. Hier is Gianni Vermeers. Gaat de beenstukken nog uitdoen en de overschoentjes. De beenstukken zijn al uit en nu de schoentjes, de overschoentjes. Ja, wel zien dat je er niet uitgereden wordt op die manier. Nee, heeft nog moed. Als je daar nog aan denkt, dan heb je nog goede benen. Alleen goede benen voor zijn doen. Zet zich volledig in de meest frisse modus die er nog kan. 48 seconden, er komt geen seconde vanaf. Je ging je best doen om de spanning erin te houden. Ik ben bezig. Ik hoor het, goed bezig. Het was opdraaien op de Kemmel en demareren vanuit het zadel. Kijk, Turgy die had nog lichte voorsprong, maar dan houdt hij er een verkoudheid aan over als Van Aert langskomt. En Laporte die gaat vlotjes mee, dat mag ook wel gezegd. Ja, maar helemaal boven ging het toch een klein beetje spannen. Een Gent-Wevelgem ga je toch niet cadeau doen? Nee, ik denk het niet, nee. Ik heb in ieder geval geen één cadeau gekregen. Nee. Vaak in zo'n situatie gezeten? Niet in Wevelgem. Wel veel duetten, maar niet in deze situatie. Nee. Er staat 50 seconden. En we gaan dus richting die minuut. En zo'n minuut is altijd iets symbolisch in het kopje. Bij achtervolgers ook, als ze dat dan horen. Ja, dat zijn geen 100 seconden, dat zijn er 60. Moeten wij ons hier maar nog helemaal leeg? Maar dat is wel een volle minuut. Hoeveel 1-2'tjes hebben die nu al gedaan eigenlijk, die mannen van Jumbo-Visma, de jongste jaren? Ik zou het bij God niet weten, kan er me wel een deel voor de geest halen. En zelf 1-2-3'tjes. Kijk, moest de situatie nu anders zijn en daar zitten twee anderen vooraan en er wordt hier op deze manier gekoerst, dan denk je, er zijn er nog wel een paar die de sprong gaan maken op de Kemmel en die dicht gaan komen. Nu niet meer. Valpartij IF Education wordt gemeld achteraan.
weet niet of daar een camera bij zit, maar er wordt een valpartij gemeld. Dat is helemaal in de achtergrond, niet in deze groep blijkbaar, dus geen beeld van. Hebben we hier de Lee nog bij zitten, vraag ik me af. Jawel. Jawel. Hoorde je het? Kom aan, Ewout, het is de Joen. Het is voor jou vandaag. Op weg naar de nieuwe heuvelzone. Alsof het vrijdag niet voor hem was. Het is de Joen. Moet dat plezant koersje zijn. Kijk naar de rugnummers. Ze hebben allemaal een vast rugnummer binnen de ploeg. Van Aert is de 28, Laporte de 29. We hebben al jaren een pleidooi gehouden bij de UCI om naar een uniformisering van die rugnummers te gaan. Moeilijk, hè? Waarom? Hoe moet je dat gaan doen? Hier op die rug een groot rugnummer en per ploeg... 328. Nee. Per ploeg 1 tot en met 30. Dat kan je doen. Per ploeg. Ja. Zou kunnen. Het zou het voor de kijker veel aantrekkelijker maken. Het is de mensen soms, die niet zoals wij elke dag de koers... Ja, het is nu soms al een probleem om je eigen rugnummer op te spelden. Ze zouden er nogal eens rondrijden met andere truien van iemand anders. Maar het is in ieder geval een goed idee, ja. De naam op de helm is ook niet slecht. Of die initialen. Ja, alleen die naam nu op die gele helmen van... Jumbo, die naam is een beetje uitgeblankt. En daar zit niet alleen Nathan van Hooijdonk, maar daar zit ook nog altijd Olaf Kooi. Ook zo jong. Ja. En die zit daar nog heel makkelijk mee te pedaleren op dat beeld te zien. Al heel veel gezichten die weggetrokken zijn. Het is natuurlijk hier 2-2. Ah, kom op tegen kanker. Rijdt mee de kol op voor kankeronderzoek op 8, 9 en 10 september... Gaan ze op Les Saisies de col oprijden. Mooi. Er zijn nog plekjes, heb ik mij laten vertellen. In de Franse Alpen. Waarbij geld wordt ingezameld voor kankeronderzoek. Mensen gaan het warm krijgen ondanks de regen. Adem inhouden, José. Het is bijna zover. Komt eraan. Als het nog een paar keer verspringt, dan staat het daar. Wat moet er staan? 1 minuut. Ja, jongens, daar staat het. Het is gebeurd. Voorsprong van 1 minuut voor Wout van Aert en Christophe Laporte. Het is terug weg. Allee. Nu weer naar de Banenberg. En dan draaien we op naar Loker, naar een laatste passage over de Kemmel ook straks, van aan de achterkant. Als klopt wat daar staat, dan gaat de koers nog een uurtje muurvast zitten.
Tenzij we hierachter een compleet nieuwe situatie krijgen na de laatste keer Campbell. Dat klopt natuurlijk niet. Hè. 1-23 nu. Dat gaat iets te vlug. Maar dat een minuut is, dat staat vast. De hazenwindmolen. De hazen zitten vooraan. 31 en 32. Laporte van Cofidis naar Jumbo. Visma verhuist. Het is ondertussen 2 jaar geleden. Hij is aan zijn tweede seizoen bezig. En zal zich die transfer nog niet beklaagd hebben. Van Cofidis naar Turbo verhuist. En als je dan natuurlijk in dit verhaal van Wout van Aert een tweede man mee hebt, die dan ook nog eens goed is. Net die aflossingen die je nodig hebt. Dan blijf je rijden, hè? Dan blijf je gaan. Hè? Alleen zou alleen zijn. Maar dan betwijfel ik het of ze dan ook nog zouden kunnen terugkomen. Dat zou toch een pak lastiger zijn. Nu heb je er een tweede man bij, die kan je even toch weer een beetje op adem komen. Johnny Vermeers die zich op kop zet in een poging om de achterstand toch binnen de perken te houden. Je moet iets doen. Maar hij liet binnen die ploeg op de vorige passage van de Camel de beste indruk na. Ja. En net al eens gezien, Kra Andersson mee. Die gaf dan bij die passage op de Camel ook niet echt thuis. Ik weet niet wat je moet doen, maar wat je best bent nu. Breukjes in het peloton wordt gemeld. Sheffield, die ook wel houdt van dit soort weer. Hè? Ja, won op deze, in dit weer Brabantse pijl. De groep is weer wat uitgedund door die versnelling van Vermeers. Dus hier nu links in Loker. Daarnet reden we rechts richting Dranouter om dan links de Montenberg te pakken. Die pakken we nu niet. Links in Loker om van de achterkant richting Kemmelberg te rijden. De vraag is natuurlijk met die korte inspanningen, die snokken die daarnet op de Banenberg gekregen hebben. Wie zet die verder? Hè? En deze mannen die blijven gewoon gestaag tempo rijden met z'n tweeën. Ieder doet zijn deel. De ene van meer dan de andere. Het is niet dat er niet achter gekoerst wordt. Ja, ze kunnen niet sneller. Oké, het zijn natuurlijk eerlingen die het werk doen. Van Marken zit er ook nog. Frison. Nathan die misbaar maakt naar de motor. Pedersen die komt zeggen, stop met zagen, ze zijn toch weg. Tuurlijk. Ja, het is altijd hetzelfde verhaal. Hè. De ene klaagt omdat er gestaaierd wordt. De andere doet teken naar de motor van kom alsjeblieft dichterbij. Juwe zien we hier achteraan zitten. Fabian Lienhardt is de man van Groupama FDJ die we daar al een tijdje zagen fietsen in die positie. En ook Marco Haller zat daar nog zeker. Ja. Kijk, die gezichten, die vertrokken gezichten. En het is 1:09. Het is moeilijke strekken. Ja, wat kan je meer doen? Geen zin de verte lichten. En nu kan je in deze situatie eigenlijk met de spaarmodus aan naar boven. Oh ja, deze mogen er elkaar niet afrijden natuurlijk. Die hebben elkaar nodig. Tenminste...
denk dat Wout van Aert zeker voor moet zorgen dat Laporte mee is. Als dat al een probleem zou zijn. Want eenmaal daar voorbij, ja, begint er een nieuwe streep richting Wevelgem. En dan kan je toch maar beter met z'n tweeën zijn. De kant van de Ossuair is de steilste flank van de Kemmelberg. Percentage is boven de 20%. 700 meter klimmen. Eerste deel nog over een asfaltweg, maar dan komen we voorbij de Franse militaire begraafplaats op dat kasseigedeelte. Daar rechts is die militaire begraafplaats. Gemiddeld stijgingspercentage van deze kant 16%. Wout kan de vijfde renner ooit worden die zowel de E3 Saxo als Gent-Wevelgem wint in hetzelfde seizoen. Dubbele. Gaat Wout, je hebt hem niet meer mee. Ja, maar of gaat hem door alleen? Doet hem gewoon de puntjes op de i zetten. Dat zal straf zijn, hè. Ik ga het hem toch niet doen. Laporte, die heeft geen adem om te roepen. Dus moet het vanuit de volgwagen. Je gaat iets te snel, Wout. Of ga je boven stoppen om te plassen of een spaghetti te eten. Hij heeft zijn vrienden uitgenodigd voor een spaghetti-reunie daarboven. Anders wel friet. En mayonaise. Zwijg ervan. Als je zijn friet eruit. Hij kijkt nu achterom. Het is gewoon eens testen. Hij gaat wel wachten op Laporte. Ja, ik denk dat gewoon eens laten zien is en laten voelen ook aan Laporte van... Ik moet hem hebben. We gaan er niet over discussiëren. Ik moet ik juist niets. We gaan er niet over discussiëren straks. Voilà. Ik was de beste man in koers. Niet zoals bij de vrouwen daar in Strade Bianchi. Ja. Gewoon laten zien. Zoals Lotte Kopecky en Demi Vollering bedoel je. Ze zitten hier ook samen, hè, dacht ik. Ja, ja. De deelnemerslijst zag. Maar dat is voor straks. Aansluitend op de mannen krijg je de vrouwen. En de vrouwen kan je misschien ook al zien op canvas over een kwartiertje. Eens kijken wie hier nog de sterke mannen zijn. Mohoric op rechts. Probleempje daar in de kant voor een van de mannen van Bora. Kooi die heel goed meegaat in de midden. Vermeers op links. Een goede indruk, Laats. Kijk eens. Beste man van de ploeg voorlopig. En Kooi. Oho. Ja, misschien moet je dan maar een tweede groepje maken en voor de ereplaatsen gaan fietsen. Ja, Renaat. Kijk, hier Philipsen pas. Ja, in de afdaling van de Kemmelberg, waar Wout van Aert heel even weer opzij komt te kijken. En ze zitten weer wiel in wiel. Hij heeft duidelijk gewacht en nu gaan ze weer ronddraaien. Weinig afscheiding wel. Hier is Philipsen. Philipsen kan nog altijd derde worden. Ja, maar ook Kooi. Kooi was heel goed mee met Vermeers daar. Kijk, in het wiel. Makkelijk naar boven rijdend. De jonge kerel van 21 jaar. Ik zei het, hè, dat hij woensdag al zoveel indruk maakte. De tamtam in het peloton ging rond over Olaf Kooi. En er werd gezegd, hij was waarschijnlijk even goed als Philipsen. In de waaiers. Van daaruit misschien de teleurstelling, hè. Wij waren zo'n beetje verbaasd toen hem zei na de aankomstlijn van... Goh, ja, ja, ik had gedacht dat er meer in zat. Ik had kunnen winnen. Ik dacht zoiets van, tja, waar komt dat vandaan? Ah, dit is het hoofd. Het hoofd van Te Gek. Hier proberen ze de mensen warm te maken voor Caravaan en Te Gek. Het hoofd is ontworpen in opdracht van Te Gek in 2022, toen Heuveland in het teken van Te Gek stond. En hier gaat het om geestelijke gezondheid als hoofdzaak. Er komen een paar events aan op de Belcanto Classic en Tranouter. Werd hij in gebruik genomen. En Caravaan is een nieuw corporate fiets-event dat doorgaat op 17 juni 2023 in Loker. Samen met die collega's kan je in een leuke setting en sfeer de kilometerteller de lucht injagen door toertjes te fietsen tegen de flank van de Kemmelberg en zo geld inzamelen voor mentaal welzijn. En hier in de achtervolging opnieuw Vermeers. Renaat. Laporte.
laatste. Laat ons hopen voor de Fransman dat hij geen krampen heeft. De kleine baantjes die zijn achter de rug. Nu de traditionele brede lange wegen richting Ieper om te beginnen. En dan in gestrekte draf naar Wevelgem. Toch afscheiding. Ze blijven koersen hier. Ja, Maurits en Vermeers. Die afdaling en een breukjes. Om niet te zeggen breuken. Kleinere groep. Koersen met het mes tussen de tanden. Dat is wat Vermeers doet. Ja, dat mag je wel zeggen. Even omkijken. Even monsteren. Wie zijn erbij? Komt er nog iemand? Ja, bij de Emiraten geen Juan Sebastian Molano. Die is opgeschept door een auto. Heb je die beelden van de bewakingscamera? Fenomenaal, ja. Hoe die ja. fiets werd weggekappeld, katapulteerd. Ja. Dan mag je blij zijn dat je ervan afkomt met een hersenschudding. Dat mag je wel zeggen. En een teenbreuk, dacht ik. Ja. En Philipsen die net kon aansluiten. 10, 15, 17 achtervolgers. Dan ben je binnen de 21ste. Als ze samen blijven. Twee jumbo's vooraan, twee jumbo's in de achtervolgende groep. Een minuut en 10. En Renaerts. Ja, bij de ploegleider van Jumbo-Visma, Maarten Wijnands. 1 minuut en 10 de voorsprong. En nu? Ja, vol tot de meet. Hè. Er zit niks anders op. En als het allemaal nog terug zou kunnen komen, dan hebben we nog altijd Olaf achter de hand. 1 minuut en 10 is een geweldige kloof. Straks tegen wind, hoeveel vrees je dat ze moeten inboeten? Want ze lopen eigenlijk nog altijd uit, hè? Ja, het is gewoon een super zware wedstrijd geweest. De twee beste waren vooraan. Dus op het moment op het zwaarste punt van de wedstrijd. Dus de twee beste rijden voorop. En dan moeten we even kijken hoe de organisatie gaat. Maar ik zeg, als ze moesten terugkomen, wat kan natuurlijk, hebben we nog altijd Olaf. En nu, wie is jullie winnaar in deze situatie? Gaan we nog moeten bespreken. Eerst eens voorop blijven. Dankjewel, Maarten Wijnands. Eerst voorop blijven. Ja, ze gaan 1, 2 en 3 worden. Kan. Merlier, die gaat aanvallen. Merlier. Die denkt, ik zit hier iets te doen. Maar wat is hier de bedoeling van? Oh ja, dat is een beetje frustratie. Hè? Misschien is er wel vanuit die volgwagen van alles gezegd. En ja, wat moet je doen? Wat kan je doen? Je bent Merlier, je bent kampioen van België. Ja, niet dat hem kwaad is op Wout van Aert, helemaal niet. Maar je moet iets doen. Hij probeert een beetje... De sprong er weer in te brengen of een groepje... Misschien, ja. Het is Van Moer die in achtervolging is. Maar die zit dan ook weer rond te kijken. Waar zitten mijn collega's? Een Kooi zit daar ook weer. Voilà. En dan komt de rest ook terug. En is daar Juwen bij. Ik denk het. In dat groepje hier achteraan moet dan Juwen zijn. Met Polit. En Tiller. Prison, ja. Wat zeiden we vrijdag, of wat werd er gezegd? Het is misschien iets minder met Jumbo-Visma. Mijn oren. Wat vrijdag is, was vrijdag. Hè? En nu zien we iets anders. Laporte is nu al eens aan het lonken naar Van Aert. Hij kon het lonken niet laten. Vollering is er niet bij de ploeg van Kopecky bij de vrouwen vandaag. Ze stond oorspronkelijk wel op de deelnemerslijst, maar ik zie dat er nog gesleuteld is. Lotto Destiny met Van Moer. Krijgen we een samenwerkingsverbond met Akkerman. Maar wie hebben ze dan allemaal nog achter de hand? En kunnen die nog sprinten? Ja, dit is het Amerikaanse monument. Een gedenkteken dat in 1929 werd opgericht. Ze willen hiermee herinneren aan de 27e en 30e Amerikaanse divisies die in de regio van Ypres en de Leienstreek werden ingezet. Tussen augustus en september 1918. En bij deze ontzettingsgevechten, want de oorlog liep op zijn einde,
Er vielen nog ongeveer 1300 slachtoffers bij de 27e divisie en 800 bij de 30e. En velen van hen zijn begraven op die Amerikaanse begraafplaats in Waregem waar Barack Obama op bezoek is geweest. Klopt. Wereldoorlog 1 was trouwens de eerste buitenlandse oorlog in de geschiedenis van de Verenigde Staten. Waar ze kwamen vecht. Begrijpen wie kan, hè. Van geen zuid naar hier komen om te komen vechten. Wel daar, Berger. Met een laatste poging om de boel op gang te brengen. En er moeten meer volk komen. Van Moer. Eten. Geef mij eten. Een vloeibare hamburger. Ja, hopelijk niet net te lang gewacht. Het is een beetje van alles en nog wat dat er gebeurt. Laporte vorig jaar tweede. In Gent-Wevelgem achter Girmay. Het jaar daarvoor Van Aert eerste. Ze weten wat het is om hier op het podium te staan. En wie gaat de volgorde vandaag bepalen? Van Aert. Enkel en alleen Van Aert gaat de volgorde bepalen. Ja, toch? Ja, normaal gezien wel. Hè. Maarten Wijnands gaat zich daar niet druk in maken. En als hem er zich al druk in maakt, zal hij Van Aert kiezen. Met recht en reden, hè. Maar ze hebben hier nog wel wat volk van Lotto Destiny. Waarom niet meerijden? Of doe je dat beter niet en spaar je ze op om straks de sprint te lanceren? Om derde te worden? Ja. Ja, ja, die 1.25, vergeet het, hè. Ja, normaal gezien wel, hè. Ja, natuurlijk. Frizo. Bezig aan een goede campagne. Zij wint straks als je Ieper verlaat en richting Menen-Wevelgem rijdt. Het is net of we nog een offensief aan het voorbereiden zijn, maar ik denk dat het vooral een kwestie is van Wevelgem te kunnen bereiken. Overleven. Ja. Dus eten, drinken, zoeken achter dat laatste grijntje energie. Ze hebben hier heel veel te vertellen, deze twee. Jacques Anquetil, Bernard Hinault en Philippe Gaumont. Dat zijn de Franse winnaars die hem vooraf gingen. Toen Bernard Hinault is er ooit eens komen winnen. En toen waren ze niet content, hè, hier? Nee, toen dachten ze van, was nog bij Renault Gitan, denk ik, met die geel-zwarte trui aan. Er was zoiets van, wie is dat en wat komt die hier doen? Ja, dat is nadien wel anders gebleken. Hier ligt de jonge begraven die model stond voor Peter Pan. Het personage Peter Pan, uitgewerkt door G.M. Barry, was geïnspireerd op diens adoptiezoon, George Llewellyn Davis, behorend tot het 6e King's Royal Rifle Corps en gedood op 15 maart 1915 nabij Sint-Eloy, een gehucht van Voormezeelen. Zo kom je nog eens iets te weten, hè, José? Voormezeelen. Mensen die niet van de streek zijn en dan hier komen en dat bordje zien zeggen... Voormezelen. Voormezelen. Of voormezelen. Ja, zeker, hè. Wat moet ik doen, vraagt Gianni Vermeers aan Philipsen. Ja. Moet ik hier blijven ronddraaien? Het heeft weinig zin, hè. We komen niet dichter. Integendeel, dan moet je... Misschien ook maar sparen en straks nog iets betekenen voor Philipsen in de aanloop naar de spurt. Als die zich al goed genoeg voelt, hè. Philipsen. Ja. Was er net op de camel toch niet echt overtuigend. Nee, maar een spurter met straks klopt. De streep in zicht. Ja, ja, klopt. En ereplaats in zicht.
World Tour, punten, alles erop en eraan. Helemaal. De best of the rest zijn. Er zitten hier wel wat kleppers samen, hè? Als het op sprinten aankomt nog. Met Kooi, met Mats Pedersen. Met Melier. De rest heeft er zich al bij neergelegd, heb ik het gevoel. Ja, en de kans op een triootje blijft intact. Moet de natte droom zijn van elke manager? Ja, inderdaad. Niet alleen manager, maar ja. Het binnenrijden van Ieper via de Rijsselstraat. Dan gaan we nog eens over de markt passeren voor de Lakenhalm. Onder de Menepoort door naar de Frenchlaan en dan weer richting Menen, Wevelgem. Aankomst van de kattenkoers lag vroeger hier ook. Waar vader Vermeers drie keer won. Stefan Vermeers, de vader van Gianni. Mister Kattenkoers. Er is er maar één die drie keer heeft gewonnen. Patrick Verplanken en Eddy Plankaert staan met twee streepjes op de erelijst. Dat was elk jaar hetzelfde ritueel bij Stefan Vermeers. Als het weer was zoals vandaag, dan stuurde hij een berichtje. Laat de kat dan maar zien. Laat de kat maar pissen, want dit zijn omstandigheden die de Vermeersen wel liggen. Kijk, en volk genoeg in Ieper. Oh, mooi. Alles netjes afgezet en daar ook een magnolia in bloei. Door de Menenstraat, onder die truien, naar de Menepoort. De Memorial to the Missing onder de Menepoort voor die 54.896 mannen die vermist stonden op 15 augustus 1917. Trap het af. Fietsen vanuit Ieper.be. Ik zou zeggen om onder die Menepoort door te rijden is om kou van te krijgen. Maar dat is vandaag niet van toepassing. Hè. Je hebt al kou. Zouden Van Aert en Laporte het nu nog koud hebben, vraag ik me af. Nee, ik denk het ook niet. Nee. Ja, maar pas helemaal op het einde hebben we gezien. Vandaar dat ze ook nog zo netjes in het geel en zwart zijn. Alles goed opgespaard, de kledij netjes op het juiste moment uitgedaan. Blijven eten en drinken. En, De verschillende torens van Ieper hier op de voorgrond, de Sint-Pieterskerk. Daar rechts de Sint-Jacobskerk, de Lakenhallen daarachter, de Sint-Maartenskathedraal. Waar onlangs daarvoor op de Leed nog opgravingen zijn gebeurd. En daar hebben ze nog een graf uit de middeleeuwen teruggevonden. Dat kon je live volgen. Je bent hier thuis, blijkbaar. Ik heb hier 18 jaar gechold. En je komt terug naar hier? Binnen afzienbare tijd, ja. Ze zullen blij zijn. Goh. Of misschien ook niet. Of misschien ook niet, ja. Nieuws van Kwiatkowski en Ganna. Ze zijn er relatief goed aan toe. Bij Kwiatkowski is er wat vuil van de kin en van de ledematen. Maar voor de rest zou het meevallen. En ook Filippo Ganna is in a relatively good shape. Is goed. Goed nieuws. Maar waarom laat Philips en Gianni Vermeers nu nog rijden, vraag ik me af. Ja, misschien wil Vermeers rijden, maar ik zal helemaal niet rijden. Het hoeft niet. Dus het komt straks 2 minuten te staan. Hè. Ja, dus gaat er met deze groep gespeurd worden. Je kan die man maar beter bij je houden. Of nog wegrijden. Hè. De kans bestaat dat er nog een paar uit wegrijden. Diep in de finale. Is misschien om deze groep af te houden, maar die komen ook nog eens terug. Die zitten tussen die auto's. Daar is dan toch niks aan te doen. Hè. Met de leeuwen. De replica's van de leeuwen. Want de originele zijn, die staan daar vooraan. Het gaat niet over deze, maar de originele zijn terug naar Australië. To the armies of the British Empire who stood here from 1914 to 1918. En dit is indrukwekkend, hè. Zou je nu niet mogen wisselen van op de volgwagen een tandem?
Dan kan je de volgorde al bepalen. Ja, meestal, net te zeggen, meestal zit een domste vooraan, maar in dat geval niet, hè, op een tandem? Nee, maar je weet wie er het hardste duwt, hè, op een tandem. Ja, de domste. De domste, hè. We zijn nu wel een lolletje aan het maken, maar dit is hier echt niet voor te lachen. Hè. Dit is echt wel weer een nummer om u tegen te zeggen wat deze mannen aan het opvoeren zijn. Jelle Balais is ook binnengebracht op de spoeddienst in Ieper. Gelukkig zonder al te veel erg, maar voor een check, ook na een valpartij. Ja, je hebt de E3 gewonnen en de Ronde van Vlaanderen is je grote doel. Wat doe je dan met Gent-Wevelgem als je met een ploegmaat voorop zit die Christophe Laporte heet? Ik weet het nog niet, José. Roger, ging ik zeggen. Ja, Paul. Ja. Zeg maar. Oh ja, je zou dat kunnen weggeven. Maar gaat dat Laporte meer aanzetten om meer knecht te spelen? Denk. Die Meense weg was een belangrijke weg om de troepen naar het front te laten trekken. En dit is hier de Menin Road South Military Cemetery. Volgens het huidige register liggen hier 1658 militairen begraven, waarvan er 120 niet geïdentificeerd konden worden. Renaat kunnen we wel nog identificeren, alhoewel besmeurd door regen en modder. Ja, in het zog van de leiders nog altijd een stukje vals plat hier. Wind links op de kop. Ja, die mannen hebben de zaak onder controle. Gent-Wevelgem weggeven, dat is niet eenvoudig. Zo bewees Erik van der Raade in het verleden met Andersen, Phil Andersen. Een heel andere situatie. Natuurlijk luid aangemoedigd, mensen worden gek. Ja, een Belg of een Fransman, een zuiderbuur van over de Schreven. Ja, ik denk dat iedereen wel weet waar de voorkeur van het publiek hier naartoe gaat. Mensen worden wild. Wild, en dat is helemaal te begrijpen. Dit is een triomftocht. Ik kan me niet herinneren in al die jaren dat ik een koppeltijdrit gezien heb van zover in Gent-Wevelgem. Merliers. Hij kan nog derde worden. Kan zeker nog derde worden. Dat zou dan het hoogst mogelijke zijn. En dat zou dan een hele goede uitslag zijn. Merliers zit er nog. Philipsen zit er nog. Akkerman zit er nog, Kooi zit er nog. We moeten oppassen, want er is een gaatje gevallen door die versnelling hier vooraan van Mats Pedersen. En Tiller. Kijk naar dat lijf van Tiller. Die kan ook tegen deze wereld. Ja, die kan hier nog 2 dagen verder rijden. Alhoewel. Naar Weiss. Dat is goed ronddraaien, hè? Maar ja. 2 minuten en 2. Is dat Walshout? Nee, die zal er niet meer bij zitten, dacht ik. Was die er niet uit? Ja. Ik weet ook niet of het een van onze landgenoten is. Noppen of Allegaerts. Gezicht is zo weggetrokken allemaal. Wout ook eer gisteren met een heel lichte tred, tandje lichter dan wat we van Mathieu van der Poel en van Pogacar zagen op vrijdag. Ook hier weer relatief klein. Relatief klein. Waar zij reden, daar links lag Bellewaerde, het attractiepark. Is dat Philipsen die hier af is? Die ligt er met zijn klikken en zijn klakken af. En dan heb je een ploegmaat laten werken. Misschien moet je dan ook maar eens aangeven van het niet te doen. Ja, maar je moet jezelf ze zaten er net even samen een babbeltje te slaan, helemaal achteraan. En dan gingen ze de boel op de kant zetten. Ja, met Sheffield. Ja, en ik vraag me af of Vermeers mee is, want die zat er net bij. Ik denk dat hij daar aan het rijden is. Daar is het ook niet mee. Ja. En zo kan je er alle twee afleggen. De kans bestaat, want ze waren daar net, ze gaven daar gas.
Renaat nog eens. Ja, we gaan nog eens een poging doen om bij Maarten Wijnands te buiten. Maarten, wat een geweldige luxe situatie. Wat een rustige finale. Ja, rustig is veel gezegd. Dus je moet nog altijd de slag om de arm houden. Maar het ziet er voorlopig heel goed uit. En ja, ook in de achtervolging ook, met Olaf en Nathan. Dus we hebben wel alles onder controle. Dit kan toch nooit het plan geweest zijn vooraf, met zo'n overwicht deze wedstrijd, winnen? Nee, dit was niet het plan voor met de tweede van 60 kilometer te gaan van het einde. Maar ja, we wisten wel dat met zo'n weer de betere wel vooraan gingen komen. Jullie zijn bezig met statistische wielergeschiedenis. Omloop, Kuurne, E3 en nu op deze manier Gent-Wevelgem. Ja, ja, dat klopt. Dus, we kijken gewoon koers per koers. En natuurlijk, de monumenten moeten nog altijd komen. Want dat mogen we niet vergeten. Zou dat een reden kunnen zijn dat Laporte eventueel mag winnen vandaag? Dat zou kunnen. Ik weet het, je gaat het achterste van je tong niet laten zien. Geniet van die slotkilometers, Maarten Wijnands. Goed gekoerst bij Alpes in de Koning. Ja. Alle twee eraf. Ze zaten er net alle twee achteraan, te buurten. En nog aan het vertellen, met die versnelling dan, die er kwam van Pedersen. Kijk, als je toch niet meer naar deze twee kunt, moet je ook andere keuzes durven maken. Tuurlijk, ja, maar dan moet je gewoon niks doen. Dan moet de sprinter dat ook durven aangeven. Ja, maar Vermeer zou ook niet moeten rijden. Nee. Was ook niet nodig. Zwaar. Maar wilde misschien te veel goed doen, te goed doen. Ja. Te gretig, te graag laten zien van kijk, ik doe mijn best. Hoge Krater Cemetery in Zellebeke, ook langs de Meense weg, tegen een heuvelflank. De heuvelflank van het Hoge. Dat is recht tegenover het Hoge Krater Museum. Hier is in de Eerste Wereldoorlog heel zwaar gevochten in deze omgeving. Door die hoogteligging was het natuurlijk een zeer belangrijke strategische positie. Op 19 juli 1915 werd een mijnlading van 2200 kilo tot ontploffing gebracht. En bij die explosie werden een tiental mensen van de Fort Middlesex levend onder het neerkomende puin begraven. Merlier die meedraait, dat goed doet. Merlier die van de sprinters de allerbeste indruk heeft gelaten op mij. Kooi. Kooi ook. Ja, Kooi misschien nog wel iets meer, ja. Was op de Camel. De betere. Van Marke die terug zijn neus aan het venster steekt. Onder slechte omstandigheden. Caleb Ewan die goed was voor een bepaalde periode. Maar dan naar het einde toe weer niet meer. Frison er nog bij. Valt hier nu wel een beetje stil. Ja, maar de neutrale motor zit er al achter. Ja. Vermeer zat er in de buurt van Van Moer. Het was gewoon op de kant gezet, hè. Op de kant gezet en er vanaf. Pak nog eens over, Christophe. Is wat Van Aert vraagt. Hij doet het. Tuurlijk, doet hij het. Alle luxe van de wereld om te gaan beslissen wie Gent-Wevelgem wint. Niet dat Christophe Laporte zou misstaan op die erelijsten, maar de beste man in koers was Wout van Aert. De beste man in koers was Wout van Aert, al zeker op de Camel. Jasje uit toen, één versnelling en weg. De tweede keer Camel is laten, de derde keer Camel is laten zien wie er de beste was. Versnelling van Florian Vermeers met Narváez. Die een goede koers gereden heeft, hè. Ja, ja. Die was alles goed wat er gebeurd is. Kan terugblikken op een hele goede koers. En John Degenkolb, ja, in derde positie. Akkerman, Van Hooijdonk, Kooi, Merlier, Frison. Oliver Naassen. Polit. Zit er ook nog. Ja, goed.
deze mannen terug aansluiten. Dat zou straf zijn. Want het is niet dat het daar stil lag, hè? Nee. Ze zijn kwijt. Voorgoed weg. Voorgoed weg. Dan was je mee. Dan laat je je verrassen. Hier nog meer landbouwers in hun vreedzame protestactie. Solidariteitsactie zullen we het noemen. Gebied werf ik met de leiders. Dan zitten we ook heel dicht bij de Franse grens natuurlijk. Op 11 kilometer van de aankomst met Wout van Aert en Christophe Laporte die als een stoomtrein richting Wevelgem razen. Daar hangt het bord van de 10. Nog 10 kilometer. Ze hebben er al 250 in de benen en het lijkt alsof ze nog maar begonnen zijn. Gewoon recht toe, recht door. Richting Wevelgem. 2 minuten voorsprong. Terwijl Trentin hier probeert op kouze voeten weg te rijden. Van Marken die volgt. Maar dat wordt moeilijk. Wegrijden en voorblijven. Er zitten er veel te veel bij die gretig zijn. Lonken naar Trentin. Kom mee. Ik wil een gezel zijn. Maar dan Florian Vermeers en Nathan van Hooijdonk. Kooi mag zich gedijst houden. Van Hooijdonk maakt ook weer indruk. Ja, hele sterke Van Hooijdonk. Valt niks op aan te merken. Meer dan goed. Meer dan goed. Volledig in de trend van de geel-zwarte mannen. De ploeg is toch klaar voor de Ronde van Vlaanderen. Meer dan klaar. Maar daar komen natuurlijk weer een paar anderen bij. En zoals jij vrijdag al aangaf, die paar anderen, en dan hebben we het over Mathieu van der Poel en Tadej Pogacar, kunnen beslissen om vrij vroeg een ploeg te decimeren. Ja, dat is eigenlijk de manier waarop ze het moeten doen. Want als ze de ploeg in de breedte laten werken of komen, dan kunnen ze een probleem krijgen natuurlijk. En hier wordt nog een reden, hè. Hier wordt nog gereden en toch zitten die op 2 minuten. Ja. Ja? Allee, zeg het. Ja, het is waar. Die twee vooraan, dat zijn twee supermannen. Die gingen toch de spanning in houden? Ik weet het. Voor de derde plek, hè? Ja, helemaal. Wie gaat er derde worden? Jij kan het toch ook niet zeggen? Ik denk Kooi. Je kunt zelfs nog niet zeggen wie dat er gaat winnen. Nee. En dan op kousenvoeten toch maar doorgaan. Ik zou zeggen Wout van Aert, ja, want ik bedoel, dat gaan de mensen toch hier in dank, Laporte, ja, niet, hè? Mm-hmm. Gaan ze nu Polit laten rijden? Een reactie weer van de koffiedisman. Is dat Alexis Renard, denk het eigenlijk wel. Maar ze zijn in elkaar zo aan het dooddoen, hè? Dat is gewoon niet te doen, hè? Gaat er toch nog eens eentje van achter komen, helemaal op het einde. Wout van Aert die tegen Laporte zegt, ik heb nog een badkamer in de aanbieding. Ja. Die mag je hebben. Laat ons hopen dat het niet op die manier moet en dat zal ook wel niet. Hand in hand over de streep. We zitten hier net op de streep. Karel, dus we kunnen kijken. Mm-hmm. Wie er als eerst over de streep komt. We hebben nog wel even, nog 7,6 kilometer. Eigenlijk moet er niet lang gesproken worden in zo'n situatie. Om mijn venster kunnen omhoog doen. Alsjeblieft. Ofwel vraagt Wout aan Laporte, wie verjaart er vandaag in uw familie? Oh, Anus zal direct eens kijken. Zo. Hier waait het een beetje open. Zijn die anderen dan terug? Want die volgwagens zitten daar al tussen. Of hebben ze die helemaal achtergelaten? Denk het.
Iedereen doet mee, behalve Kooi erachteraan. Moet natuurlijk ook nog kunnen. Hè. Jonge kerel, 21 jaar, 260 kilometer. Mag dat wel de rapste zijn, maar je moet nog de jus in de benen hebben. Maar we gaan het zien. Renaat, die ruikt de stal ook al. Ja, ja, en we moeten vooruit natuurlijk, hè, zo meteen. Binnenrijden menen en er was nog een conversatie, korte conversatie tussen de twee leiders. En dan een tikje van Aert op het achterwerken van de Fransman. Wat het allemaal te betekenen heeft, dat gaan we straks ongetwijfeld weten. We gaan er voorbij en dan gaan we de paarden straks opwachten in die stal daar in de Van Hakkerenstraat. Hier nog de overname in de plensende regen. Dat ook nog eens, hè. Nog eens converseren nu. De hele dag hebben ze in deze rot slechte omstandigheden gereden, waardoor er misschien al een schifting vooraf werd gemaakt in dat peloton. En dan uiteindelijk ja, twee superrenners die hier op deze manier bezig zijn met een geweldige triomftocht. We zijn er voorbij. Ik kijk even, maar hij geeft het niet meteen prijs. Wout van Aert, jullie gaan moeten wachten tot op de streep, jongens. Dat maakt het spannend. Toch nog ietsje spannend. Kooi die op het wiel van Polit springt, maar hoeft dat eigenlijk ook niet te doen, tenzij om zijn eigen kansen te vrijwaren. De twee snelste mannen in deze groep zaten daar nu bij elkaar, Kooi en Merlier. Die moeten het zelf een beetje Arvijs controleren, ja, want anders is die podiumplek weg, hè, als ze er nog één laten rijden. Is Petersen op komst? Nee, nog niet. Ai, 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 valpartij. Valpartij en dan moeten die anderen in de remmen en dat geeft Narváez een beetje speelruimte. Van Hooijdonk die achteraan zit en Kooi moet nu zelf dat gat gaan proberen te dichten. Het is Vermeers nu. Vermeers die naar Narváez rijdt en van de verbroekering een komt beetje probeert gebruik te maken. Van Marken komt dan met Kooi hier nog eens kijken. Ja, gaat daar heel snel in die bochten en hier gaat dat voorwiel weg. Even dat tikje tegen die rem. En wie was dat? Is dat Mohoric? Ik denk ook Mohoric. Jawel. Oeh. Dan even die voetjes zetten, ja, ja, om toch die stoep af te houden. Narváez die het zien gebeuren heeft. Ja, en hier ligt het stil. Is Narváez nu weg? Ik denk het. Dan is het voor plek 4 rijden hier. Kijk, ze Vermeers die van neerschut. Ach, Narváez mag ook wel eens beloond worden met een podiumplek. In een Vlaamse koers zeker. Ah, het is nog altijd... Van Hooijdonk gaat er werk van maken om Kooi te helpen. Oh, hoe goed is die? Ja. Hoe goed is die? Die stoomt naar Narváez en gaat zich dan op kop zetten om de vaart erin te houden. Maar er vallen breukjes. Zorg maar dat je Kooi mee hebt. Die zit hier achteraan nu. Niet overpakken als je Kooi richting podium wil loodsen. Twee minuten en 12, 4 kilometer van de streep. Het is niet te geloven. Het is wel te geloven. Het is zo, ja, ik weet het. Maar het is eigenlijk niet te geloven. De overmacht, de suprematie. Bouwie die dan helemaal op, daarboven op die berg. Dit is dus Mohoric die viel. Ja. Die gretigheid van Mohoric. Hè. Hij, een van de beste piloten in het peloton. Zichzelf toch wat overschat. De ironie van het lot. Dan blijf je overeind in die afdaling van de Poggio vorig jaar. In de gekste omstandigheden. En dan kom je aan een rondpunt op Vlaamse wegen. En dan kan je nog geen rotonde pakken. Berg. Berg. Mikkel Berg. Maar dan komt Polit, onmiddellijk met Trentin in het wiel. Die controleert. En iedereen zit hier achter iedereen te koersen. De tweede keer Kemmel, cruciaal. Toen reden ze weg.
52 kilometer van de streep. Bjerg die kan een stukje tijd rijden. Hè? Die wil door, maar Polite geeft hem niet. Die moet, nochtans als Jonk, kijkt hij daar in het gezicht van Trentin. Maar het maakt hem niks uit. Het is net of die nog rekening te verheffen hebben. Hannes is aan zijn laatste bevoorrading begonnen, José. Ja. Kijk, een ovenkoek. Of is het een pistolet? Maar Bjerg is weg. Voorlopig toch nog. Er gaan er anderen moeten komen. Van Hooijdonk gaat nog een streepje moeten trekken. Van Hooijdonk, er is nog een... het is voor dingen, Frison die opkomst is. Ja. Bij Van Marken, zich, denk ik. Die heeft zich lang gedijst gehouden in de groep. Ja, daar ja, komt, Frison met Van Marken. Daar komt de gele man. Die Kooi nog in een gunstige positie naar voren wil loodsen. En hier, het zijn lange gesprekken. Ze. Zijn ze er nu nog niet over eens? Ja, toch. Het gaat toch al lang geregeld worden. Al lang geregeld zijn. Nee? Ja, toch. Ja, het is me net iets te veel dat praten. Maar goed. Het hoort erbij, zeker. Bjerg, Frison, Van Marken. En dan Pedersen die even stilvalt. Ja, Frison die toch een goede periode heeft. Ja, hij heeft zich lang gedijst gehouden hè, daarachteraan in die groep. En dan moet je één goede cartouche. Maar in de pannen ook. Hè. Ja, ja, ja. Kwam er ook vanuit het... waren ze heel blij dat ze hem hadden om te overleven met Kooi. Van Marken die er al twee keer tweede was hè, in 2010. Dat was dat moment met die krampen. Ja. En in 2016 kan nu nog derde worden. Er kan nog geen naam worden ingevuld. De gele brigade. Maar over een kilometer wel. Hier staan ze, de gele brigade. Winnen doen ze. Maar met wie? 1000 meter liggen tussen winst of verlies. Ga ja, kan je het verlies noemen? Nee, natuurlijk niet. Altijd gewonnen, altijd prijs. En hier gaan ze voor plek 3 rijden. Frison gaat weer een ereplaats pakken. Ja, en de meest frisse zal winnen hier, van deze mannen. Pas op, als Polit zich daar op kop zet, dan gaat het snel. En ik denk dat Van Hooijdonk ook nog wel eens gaat trekken. Ja, maar die zijn op... Ja. Laporte en Van Aert, hand in hand, vrolijke vrienden op weg naar de finish in de Van Akkerenstraat. 2 jaar geleden won Van Aert. Vorig jaar was Laporte tweede achter Binyam Girmay. En ze vinden het fijn met z'n tweetjes. Maar wie krijgt hem? Het is nog altijd niet duidelijk. Ik zal me recht zetten, ik zal eens kijken. Ze gingen aan op de Camel en het is Laporte die hem gaat krijgen. Ze gingen aan bij een tweede passage op de Camel. De plankenvloer kraakte daarboven op de Camel alsof er een olifant zijn poot had opgezet. Ze waren weg op 52 van de streep. Laporte of Van Aert? Ja, ik weet het niet, hè. Laporte, Van Aert gaat in de remmen. Alsjeblieft, Christophe, het is voor u. Van Aert... Harelbeke, Laporte, Wevelgem en dan volgende week allebei meestrijden voor winst in de Ronde van Vlaanderen. Een grand merci. Ah oui. Parce que tu étais le meilleur. Op de Camel dan toch. Het duet van de Jumbo-Visma's. En wat gebeurt daarachter? Pas op mannen, niet te veel op de straat blijven staan. Deze drie zijn nog altijd vooruit. Frison met... Van Marken en met Mikkel Bjerg. Van Marken heeft meestal wel een eindschot. Dat en daar komt Pedersen nog in zijn eentje. Die probeert nog die brug te slaan, die oversteek te maken. Kijkt dan achterom. Vooral om te zien of ze nog komen. Want nee. Naar die drie rijden, dat is uitgesloten. Van Marken won in moeilijke omstandigheden. Is de omloop het Nieuwsblad voor Tom Boonen. Tja.
toen iedereen dacht dat Bono niet kon worden geklopt. Maar het gaat hier om plek 3 natuurlijk. Hè. Aret, Aret, rustig, rustig, laat ons gerust. Maar er komt geen Jumbo-Visma bij op het podium. Dat had gekund. En Pedersen, hè, die denkt, ze zijn nou toch aan het dralen. Ik ga er toch nog eens naartoe. En Bjerg kijkt achterom. Godverdorie, dat is een oud-wereldkampioen. Die gaat er ons nog eens opleggen hier. Is Van Marken, landgenoot? Ja, gaat, zeker. Hè? Ja, je gaat stilaan aan moeten, hè, Van Marken. Want Pedersen die, gaat ongetwijfeld ook nog spurten. En daarachter is Van Hooijdonk alles in het werk aan het stellen om Kooi nog naar voren te loodsen. Maar dat is te laat. Maar wie heeft er hier nu nog een sprint van deze vier? De sprint der stervende zwanen wordt ingezet door Mes Pedersen. Bjerg en Van Marken reageren, maar Pedersen die, lijkt op weg naar de derde plaats. Tenzij Van Marken er hier nog eens over gaat jumpen. We kijken op de streep en we kijken in beeld. Van Marken gaat die derde plek pakken. Jawel, Van Marken gaat mee op het podium. Goed. Frison is vierde. Frison vierde, Pedersen is vijfde en dan Bjerg zesde. En dan hier de sprint, die wordt gewonnen door Alexis Renard. We denken het wel. Maar hier dus een nieuwe ballade van de Jumbo-Visma-mannen. Ja, ik weet niet. Hoe, je weet niet? Jawel, ik weet het wel. Maar ik kan het liever Wout van Aert winnen. Ja, ik weet het. Maar zij hebben de luxe om dat te beslissen. Ja, dat is waar. En het, pleit wel voor de gulheid van Wout van Aert. Dat, ja, hij het Laporte, ja, gunst. Ja, 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 ja. En je hebt hem in je achterste week. Feit, maar dat had je toch al. Hier nu dat groepje. Met Gianni Vermeers. En Van Loer. Ja, Vermeers die teleurgesteld zal zijn. Ja, het zal wel. Er zat een dichte ereplek in. Ja. Had hij zijn eigen kans mogen rijden? Goh, nee, hij, zat te ver, hij liet zich te ver achteraan. Hij zat er daar een beetje te lummelen achteraan op het moment dat ze daar die versnelling... De benen waren goed genoeg om mee te zijn. Hij heeft zich gewoon laten verrassen. Hij heeft zich laten verrassen. Was niet nodig. Allemaal uitgewonde rennerslijven. Afgepeigerd na een zeer slopende editie van Gent-Wevelgem. De warmte in. Hier een stijlvolle container om de renners op te vangen. Ja, mooi. Geen tentje. Het betere werk. Er is wel wat neerslag gekomen de voorbije dagen en nachten. Vraag dan maar aan die mannen die hier gereden hebben. Hier het vele gepalaver tussen de twee. Hoe wisten wij het nog niet? Ben je het zeker, Wout, dat ik mag? Ja, je mag. Maar dank u. Maar dank u. Een koppeltijdrit van 52 kilometer. En die ronde zij succesvol af. Ze zijn er steeds verder van weggereden. Ja, absoluut. Op geen enkel moment dacht je, die achtervolgers komen terug. Nooit. Nee, met hollen en stilstaan en toch blijven rijden. En nog breuken in die groep achteraan teweeggebracht. En